Heb ik zo'n hoesting en een goeie bus? Ik voel me de slager, hè. Ticketje pakken, hè. Nummer 37. Dat gaat hier nog even duren. Een hele goeie morgen. Ik heb een nummertje genomen. Allee, dat is heel goed. Nummer 37. Oh. Allee dan. Nummer 1. Is niet goed geslapen van de nacht? Roger is van de nacht niet thuisgekomen. Ah, natuurlijk. En jij mist wat mannelijke aandacht. Hè? Oh, Francine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik wil zorgen dat er met mijn arm lief ventje is. Roger! Wil jij mijn telefoon kunnen pakken, alstublieft? Zij ofwel stuurde onmiddellijk iemand naar hier, of ik maak fricassee van u. Het is leuk om te spelen. Het is superleuk om die reacties te krijgen van uw publiek. Het is ook backstage heel tof. Het is daar ook superveel concentratie, omdat je de juiste moment moet opkomen. En soms gebeuren er wel eens chaotische dingen, maar Maarten Zevenrollen speelt. Maar het is heel plezant, ja. Ik ben op zoek gegaan naar een soort toch kwetsbaarheid of zo bij Francine. Want ik vond het misschien zo wat cliché, maar zo heel dom. Dominant en heel de beenhoudersvrouw. En we zijn echt op zoek gegaan naar toch een soort sympathie of zo voor haar. Het publiek wel sympathie heeft ook voor haar. En ik heb het gevoel dat wel eens gelukt is. Dat mensen wel op meeleven met Francine. Dus dat vind ik heel tof om ergens toch die kwetsbaarheid bij haar te zoeken. Maar komen die is vaak wow, gaan. En af en toe toch durven zeggen, ik kan ook binnenkomen. En dat vond ik wel echt super tof om te doen. Oké, Francine, jij bent niet zot. Dank u. Je bent gewoon ziek, Francine. Excuseer. Je bent ziek in uw kop. Balkjes in tomatensaus. Maar dat is nog niet slecht. Ja, met Poolse toets. Oh ja, en wat is de Poolse toets? Die balkjes zijn Poolse schapenkloten. Het is echt een mega chaotisch stuk om te spelen. Heel heftig voor iedereen. Maar het publiek was zo uitbundig, dat doet zoveel deugd. Het was echt zalig. Ja. En een leuk accentje? Ja, wat vind je ervan? Is het goed? Overtuigend. Overtuigend? Goed zo. Is het een leuke rol op zich om te spelen? Ja, het is wel tof omdat het verschillende lagen heeft. Hè. Wat niet gemakkelijk is, vind ik zelf. Maar ik vind het wel een uitdaging. Dus I like it, ja. Zeker. Prestige, het verloren schaap. Stilletje. Uw sleutel. Juist, balken. Ah, balken. Ik heb mijn servla in haar garnaalkroket gedipt. Gepoept! Zwart! Olé. Zwart! Ik kom morgen terug en hier ligt een pak meer geld. Of anders. Ja. Jawel. Jij zit tegen die Hollandse slagerinzangeres. Ja, dat klopt. Ik ben Maura Meen. Hé, hey, hoe leuk is dat, jong? Je zegt, het is nou niet verdienen of het ander, maar ik zal precies de rekening van mijn en Ellen trikjes betalen. Ja. Strafbaar feit. Nee. Maar het kan wijzen op illegale activiteiten. En dan gaan er bij ons op de bureau allerlei alarmbelgen zat. Arelbeke, Asselt, Arendonk, Averboden. Achter de doek. Hoeveel rollen heb jij wel niet? Ik heb er 7 gespeeld vandaag. Ja. En je hebt denk ik wel bijna een staande ovatie hier alleen gekregen. Ja, het is heel fijn. Het is heel fijn. Maar ik wou het ook tegen jullie zeggen, ik doe het echt niet alleen. Want ik heb achter de scène Annelies. En die loopt eigenlijk heel de voorstelling met mij mee. Dus als ik op het einde dan, wat jij zegt, die staande ovatie op het doek krijg, dan zeg ik altijd, dat is eigenlijk het applaus voor Annelies. Want zonder haar, de grap is er niet. Nee, want je hebt heel snelle wissels, maar ook je personages. Hè. Vergist u soms niet? Tijdens de repetitie is het ene keer gebeurd dat ik met het verkeerde stemmetje en het verkeerde kostuum opkwam. En ik hoop dat het niet gaat gebeuren, maar als het op het einde gebeurt, is het op zich ook al een grap eigenlijk. Maar het is niet de bedoeling. Het is niet alleen mijn 7 rollen, het is eigenlijk als club. Want een voorstelling maakt altijd samen. En het is ook gewoon geweldig. Ik vind dat iedereen dat keigoed doet. De mensen zijn mee wanneer het voor te lachen is. Wanneer het soms heel even emotioneel wordt. Dus het is, ja... Heerlijk. Als je gewoon een hele leuke avond wilt. Het is denk ik ongeveer bijna 2 uur. Dus met pauze ertussen is het gewoon echt lachen. Het is even alles vergeten en een hele fijne avond. En natuurlijk echt oprecht te zeggen dat je heel goed gaat lachen en dat het echt heel tof is om te komen.